is a lamp unto my feet and a light unto my path. We beginnen dit seizoen met het Bijbelboek Rut. Voor de zomer waren we geëindigd met het boek Richteren of Rechters. En in onze Bijbel komt Rut er meteen achteraan. Heel logisch, dus eigenlijk. Nee, het is geen moeilijk boek. Het is kort, het zijn maar 4 hoofdstukken en het is een prachtig verhaal. Bijna net een sprookje. Een jonge vrouw vindt een aantrekkelijke bruidegom, ze trouwen met elkaar en ze leefden nog lang en gelukkig. Dat is het aparte nou juist. Het verhaal van Rut en Naomi en Boas speelt zich af in de tijd van de rechters. Dat staat ook meteen in het allereerste vers, hoofdstuk 1, vers 1. In de tijd dat de rechters het volk leiden. Nou, en dan komt het hele verhaal. Maar tegelijk is duidelijk dat het boek Rut veel later pas is opgeschreven. Dat merk je aan 2 dingen. In de eerste plaats blikt de schrijver samen met ons terug. Hij legt zo nu en dan even aan ons uit dat bepaalde dingen toen op die manier gingen, maar nu niet meer. In de tweede plaats staat het boek Rut in de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel ook niet op deze plaats. Daar volgt namelijk na het boek Richters het boek 1 Samuel. En het boekje Rut komt pas veel later aan de orde in de Hebreeuwse Bijbel. Ook dat geeft aan dat het later is geschreven. Nou, ik zei al, het boek Rut lijkt wel een sprookje. En het gaat ook veel over liefde, de liefde tussen Rut en Boas. Maar net zo goed de liefde van Rut voor haar schoonmoeder, Naomi. Misschien kun je in dat geval dan beter zeggen, hè, de trouw van Rut aan haar schoonmoeder, waarin we iets van de trouw van God weerspiegeld zien. Maar eigenlijk gaat het vooral ook om een jonge vrouw in een kwetsbare positie die veiligheid zoekt en uiteindelijk bescherming vindt. Rut is kwetsbaar omdat ze een jonge vrouw is, weduwe is bovendien, vreemdeling is in Israël, want ze komt zelf uit het land Moab, en ze is dus ook arm. Ze heeft geen land in Israël om zelf in haar levensonderhoud te voorzien. En het boek dat haar naam draagt, gaat er dus ook over dat zij toevlucht en bescherming zoekt. Een zinnetje dat steeds terugkomt is: onder wiens vleugels je bent gekomen om te schuilen. Nou, dat wordt dan gezegd over Boas, hè, die Rut in bescherming neemt. Rut is gekomen om een toevlucht te vinden onder Boas' vleugels. Maar het wordt ook gezegd over de God van Israël, die Rut beschermt. Ook onder zijn vleugels heeft zij toevlucht gezocht en gevonden. Nou, wij kunnen dus zelf ook heel veel met dit verhaal. Het is heel herkenbaar, denk ik, ook in onze tijd waarin wij gevoelig zijn voor de kwetsbare positie van jonge vrouwen. Denk maar aan het hele MeToo-gebeuren. En ook bij ons komen mensen uit andere landen een toevlucht zoeken, bescherming zoeken. Zij zitten in een kwetsbare positie. Hoe treden wij hen tegemoet? Uiteindelijk loopt het erop uit dat Rut en Boas de overgrootouders worden van David. Ze kregen Obed, Obed kreeg Isaïe en Isaïe kreeg David. Maar de reden dat dit boekje in de Bijbel staat is niet alleen om ons iets te vertellen over de afkomst van de grote koning David. Zo'n verhaal over zo'n kwetsbare jonge vrouw houdt ons tegelijk ook die spiegel voor. Hoe gaan wij vandaag om met de meest kwetsbare mensen in onze samenleving? Mensen die afhankelijk zijn van onze hulp, de armen, de vluchtelingen, de vreemdelingen. Dat is de vraag. Jezus is de grote zoon van David en stamt dus ook van Rut en Boas af. Als Jezus zich al niet schaamt voor zijn verre voormoeder, die een arme, kwetsbare vreemdeling is, laten wij ons dan ook niet schamen om de mensen die in onze tijd onze bescherming zoeken, recht in de ogen te kijken. En wie weet zien we ook in hen iets van Jezus terug.